ik ben ooit met jou meegevlogen naar Portugal om te zien hoe zo'n nacht gaat. En wat ik echt zwaar heb onderschat is hoeveel en hoe hard je moet werken, ook op weg naar een gig. En dat is eigenlijk altijd. En als je dan 10 jaar in het vak zit, zoals jij dat zit, hebben we denk ik niet door hoeveel je hebt moeten doen om überhaupt dit niveau te bereiken. Ja. Toch? Ja. Probeer ons, want kijk, niet iedereen kan met jou meevliegen. Maar probeer ons mee te nemen in dat harde werken gedeelte van wat wij niet zien. Want wij zien alleen dit. Dat het mooi is en prachtig is en dat het, wow, ja, die DJ's doen alleen dit. Maar dat harde werken gedeelte, hoe ziet dat eruit? Heb je een edit gemaakt of moet ik het vertellen? Nee, je moet het vertellen. Oké. Okay. Dus het lijkt inderdaad allemaal rooskleur en maneschijn. Ik zeg ook 90% ervan is dat. Maar die 10%, dat is wel weer 90% van de tijd, is gewoon hard werken. Zoals jij weet, zoals we allemaal weten. Als je echt je dromen wil waarmaken, jij ook. Scripts voorbereiden tot zwaar in de nacht. Ik zat vanmorgen in de studio met Broederliefde tot 7, 8 uur 's ochtends. Daarna werd ik om 1 uur wakker gemaakt om te gaan trainen. Toen moest ik een mix afmaken voor mijn radioshow. Toen moest ik een paar interviews doen. Toen moest ik een phoner doen voor het schema van morgen. Toen sprak ik Umberto. Toen moest ik vanavond dus hierheen komen. Nu moet ik zo meteen terug naar de studio om een remix te maken voor een of andere Duitse slagerzangeres, geloof het of niet. Wie? Helene Fischer. Helene Fischer. Ja. Nou, dat is een buitenkant. Dat had ik dus eigenlijk. Dat had ik dus eigenlijk nu moeten. Dan heb je het ver geschopt. Serieus. Die kent u, Helene Fischer? Zeker. Ongeveer elke week over. Nee, ben je serieus? Ja. Ik heb er nog nooit van. Is dat mijn gebrek, hè? Is mijn gebrek aan cultuur, sorry. Maar, nou, maar, dan ga je, maar dat is één dag. Maar zo is, eigenlijk, nou, zo is het eigenlijk is, bijna altijd. Dat is de helft van de dag. Ik ga dus zo meteen naar de studio. Dan werk ik tot een uur of 6, 7. Dan ga ik een uurtje slapen. Dan vlieg ik om 9:30 ochtends naar Londen. Om daar samen met Rui op een jet te stappen. Van Big City Beats, een of ander Duits festival weer. Yeah. Waar ik dus op die jet moet draaien samen met Rui. En hij heeft een nieuwe plaat die ook morgen uitkomt. Let It Feel Right, maar daar hoor je zo meteen meer over. Dan moet ik dus daar draaien. Dan gaan we ergens anders heen om nog meer interviews te doen. Dan moet ik draaien op een festival. Dan vlieg ik rond 10:30 terug naar Nederland. Want ik draai zaterdag op de Flying Dutch. Wat ook heel erg leuk is. En dan mag ik dus rond 11:00 morgen mag ik echt gaan slapen. Maar het is, ja, je kan wel zeggen, ah, maar het is wel, ik bedoel, het is wel vet. Ik mag ook maar ja, leuke maar dan, dingen doen. Maar dit hou jij niet. Kijk, Avicii heeft gezegd, weet je, ik kap hiermee, want ik ga dit niet meer doen op die manier. Jij bent nu 10 jaar bezig. Je wordt dan 30, je wilt het niet horen, maar je wordt het wel 9 september. Is het iets? Heb je de energie om dit nog 15 jaar door te trekken? Of zeg je ook op een gegeven moment van, David Guetta wordt 50 dit jaar. Tiësto wordt 50 dit jaar. Het is een keuze. Ja, ik weet het, je zou het niet zeggen. Maar het is een felbewuste keuze. Hoe ver wil je ervoor gaan? Hoeveel wil je ervoor opofferen? Hoe lang wil je het volhouden? En ook natuurlijk de voordelen die het met zich meebrengt. Succes brengt heel veel leuke dingen met zich mee. Ik mag hier met jullie zitten. Ik kom hele inspirationele mensen tegen. En ik kan ook financieel gewoon heel erg goed voor mijn familie zorgen. Wat voor mij dan steeds weer de vraag is van hoe ver wil ik nog gaan? Ja. Hoeveel leuker kan ik het nog maken voor mijn familie? Hoeveel leuker kan ik het nog maken voor mijn vrienden? En nu, hoeveel leuker kan ik het nog maken voor aanstaande talenten?